Het waren gedwongen om dus actiever te zijn. We laten de leerlingen nou meer ervaren. En het kind moet ook plezier hebben in het leren. Ze hebben tijd om zelf te experimenteren. Ik zie dat jullie iets voor mij hebben meegenomen. Wat hebben jullie allemaal meegenomen, jongens en meisjes? Vruchten! En van waar hebben jullie die vruchten gebracht? Voor het eerst is er een visie ontwikkeld voor de basisschool. En dat hebben ze gedaan in een curriculumraamwerk. En daar staat het kind centraal. Het kind dat op school is, de lerende. En de uitgangspunten die men heel belangrijk vindt, er zijn een heleboel, maar de belangrijkste zijn... Het kind moet plezier hebben in het leren en de uitdaging tot leren. Zoveel mensen! Het is verschrikkelijk druk hoor. Waar zijn we vandaag? Op markt. Waar zijn we? Ja, we zijn op de markt. Wat kunnen we allemaal kopen? Kousenbandje. Kousenband zie ik. Wat nog meer? Bankoefen. Ja? Er is extra aandacht besteed aan voor weinig rekenen en taal. En we hebben een doorgaande leerling. Wanneer die kinderen van de kleuterafdeling straks afgeleverd worden aan de leerschool, dan gaat de leerschool gewoon de draad oppakken, die leerlijn volgen, om dan verder te stromen. Je hebt een bepaalde een opbouw van leerstof, een bepaalde structuur die de leerkracht moet volgen. En dat gaat zo door tot de zesde klas. Het is niet dat je alle dolle lessen geeft en dat je dan zegt van oké, nu wil ik de medeklinker doen en nu wil ik een klank doen en zo. Is dat kokos nou? Nou ben je bezig met meer aanschouwelijk materiaal. Hè? Je neemt veel mee, je laat die kinderen, ook je verzamelt samen met die kinderen wat materiaal. Wijs het helemaal aan. Dit is het. De toonbank. Is het lang of is het kort? Lang. Dan moet je het helemaal aanwijzen, toch? Nog een keer. Dit is de toonbank. Goed zo. Waarom er dus meer aandacht besteed is aan de voorbereidende vakken? Omdat het bleek dat er dus in de eerste klas veel kinderen moeite hadden om... Dus de draad op te pakken en dan had je zitten blijven. Meestal schorten de problemen in de basis. En als de basis niet goed is gelegd, dan ga je hiaten krijgen in de bovenbouw. Vijf, en I is vijf, en I is vier, en I is A, en I is vier, en I is tien. Is het goed gedaan? De bedoeling is dat we dan in leerjaar 1 de kinderen
eerst volgens dobbelsteenpatroon leren tellen. We maken daar een getallenlijn. Letterlijk en figuurlijk een getallenlijn hangen we het op. Ja? En dan, wanneer die kinderen dat dobbelsteenpatroon heel goed kennen, ze kunnen dat herkennen, ja? Dan gaan we over naar het getalbegrip. Als je kijkt naar dit hier zo, zijn het breuken. Dus die leerlijn gaat dan door. We hebben meetkunde en we hebben hier meten. Elkaars lengte meten. Dit is het domein meten hier zo. Is ook een onderdeel, een domein bij rekenen, voorbereidend het rekenen. Ik kan tellen, wil je zien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ziet mooie kinderen erop staan, heel aantrekkelijk is het, heel stevig. Dit is het nieuwe boek, het is heel stevig. Als je nu kijkt naar het oud SWP, dan kunt u duidelijk het verschil zien. Die is helemaal niet in kleur. De platen zelf zijn niet in kleur, terwijl je hier wel de platen hebt in kleur. En alles is in kleur afgeduid. Kijk maar, ziet u de platen? Het is heel aantrekkelijk voor de leerkracht en ook voor de leerlingen, omdat de platen ook zijn uitgebeeld. Ze zijn eigenlijk aangepast naar Surinaamse maatstaven, naar eigenlijk het kindermilieu. Dit is de klank. Er zijn woorden waarin je de klank hoort. De klank. In het gerificeerd boekwerk, daar heeft men heel veel aandacht besteed aan Nederlands als tweede taal. En dat is heel belangrijk, want als de kinderen komen in door naar klas 1 of wanneer ze op de kleuterschool komen, dan moeten ze opdrachten uitvoeren en in de schooltaal. En de schooltaal is niet makkelijk voor elk kind. Je hebt hier de NT2-woorden, themawoorden en de taaldenkwoorden. NT2-woorden zijn voor de kinderen die de Nederlandse taal niet als moedertaal thuis hebben. Die woorden zijn er aangegeven en je gaat hem dan in je hele thema gooien, waardoor die kinderen bezig zijn met die woorden. En als de leerkracht bezig is met die woordjes, dan leert ze die kinderen ook de betekenis van die woorden. Hoeveel poten heeft een kip, jongens en meisjes? Twee. Twee. Gaan we samen tellen? 1, 2. Wat heeft een kip nog meer? Wat heeft van? Mokko. Een mot of een snap, wat is dat? Mokko. Een snavel, oké. Okay. Elodie, naar de keuken ook. Erika, papa. Jullie gaan vis voor me klaarmaken. Die vis gaan jullie schoonmaken en voor me bakken of stoven. Ik kom straks kijken hoor. De leerkracht was veel meer aan de praat. Maar nu hebben de kinderen ook de ruimte. Ze geven de kinderen ook veel meer de ruimte om te praten, te experimenteren met dat waarmee ze bezig gaan zijn. En dat ze ook kunnen vertellen wat in hun milieu speelt, wat thuis speelt, wat ze zien, wat ze weten en kijken hoe ver hun kennis reikt. Je moet rekening houden met elk kind. Daarom moet die leerkracht of de leidster heel creatief omgaan met de leerstof. Heb je geluisterd? Dat liedje heet Zagen, Zagen. Zie je? Ja? Zagen. Ja? Zagen. Wat heel belangrijk is in dit nieuwe, dat gaat ook komen over de gehele basisschool, de manier van instructie geven. Wat doen ze? Sasa. Behalve de leermiddelen dat je van het ministerie krijgt. Welke ondersteuning heb jij als leerkracht te bieden aan dat kind? Wat geef je nog meer aanschouwend aan het kind? Zagen, zagen, bieden, bieden, zagen. Jan kwam thuis en moeder overvragen. Vader was hij thuis, moeder was hij thuis. Piep, zei de meis van. Je mag zelf kijken als leerkracht van, past dit wel bij mijn kinderen? Ik vind dat ze dan hier de mogelijkheid hebben om zichzelf echt te gaan tonen
van wat heb ik in me zitten en dat alles uitbuiten. Zo. Wees mij die stoffer aan. Ja. Zo, hebben jullie dat gezien? Ik zit al bijna 24 jaar in het onderwijs. Wat ik nu ervaar, verschilt van wat ik toen had gedaan. Hè? Voorheen. Daar was ik meer bezig. Ik ging dan tekenen voor die kinderen. Ik ging dat materiaal ging ik dan zelf verzamelen voor die kinderen. Ik gaf die kinderen die ruimte eigenlijk niet, hè, om dan ook mee te denken, mee te beslissen. Hoeveel kinderen zitten nu in die bus? Kan jij even vertellen naar het willen? Vijf. Vijf zegt hem. Riet die keer. Vijf. Goed zo. Nou gaan we naar huis, ja? Wat gaan we dan doen? Gaan we instappen of gaan we uitstappen? Uitstappen. Uitstappen. Het autisme was als het ware te makkelijk en dus je weer alles wat je vorig gezegd. Je denkvermogen, creativiteitsvermogen, alles werd dus als het ware een beetje geremd. Welke kleur is dat? Rood. Wat is hier? Rood. Jongens en meisjes, kijk jullie goed. Welke kleur is die? Rood. Welke kleur is daar waar je vrouw haar handje is? Is dat de rode kleur, de gele kleur of de blauwe kleur? Welke kleur is dat? Wat is dat? Gele kleur. Dit is een ei en dit is een kip. Een kip heeft twee poten. De kinderen durven meer. De kinderen doen, ze ervaren. En hun ervaring willen ze dan delen met je. Geef ze dan die ruimte, laat ze je vertellen. Wees me de keukentjes aan. Ze leren beter, vind ik. En onthouden veel wat ze elke dag leren. Het is makkelijker en prettiger omdat je met aanschouwelijk materiaal kan werken. En met de praatplaten die vernieuwd zijn. Waardoor die kinderen het beter begrijpen waarover de les gaat. De koeperen zijn poten. Laten we even kijken hoeveel beertjes hebben we hier op bezoek. Helpen jullie me tellen? 1, 2, 3, 4. Elk kind heeft zijn leuke en zijn knappe dingen die ze kunnen doen. Je probeert alleen maar het beste uit te halen. Dus dat kinderen bewuster worden van het leerproces, zichzelf, de omgeving, het milieu, je land. De school moet de plaats van dat kind innemen. Van als ik op ze heen moet snel klaarmaken om te gaan, want dan wacht je vrouw op me om me iets nieuws aan te leren. En dan moet ik de plantjes water geven. We geven ze echt nu de ruimte om zichzelf te zijn. Maar men gaat ook rekening houden met de ontwikkelingen en de talenten van alle kinderen. De school moet altijd leuk zijn. De school is altijd een tweede thuis voor dat kind.